De infinitief, de persoonsvorm, de imperatief, het voltooid deelwoord, het onvoltooid deelwoord en de stam. Buiten de stam hebben ze ook allemaal een afkorting. Infinitief wordt inf, persoonsvorm is pv, imperatief noemen we imp, voltooid deelwoord is het vd en het onvoltooid deelwoord korten we af als od of als ovd. Als eerste bekijken we de infinitief of inf. De infinitief is de standaardvorm van het werkwoord. Als je het hebt over een werkwoord, noem je het bij de infinitief. Daarom wordt er ook al wel eens gesproken over de noemvorm. Zo is de infinitief van werken gewoon werken. Hoe herken je de infinitief? De infinitief eindigt meestal op en, maar eindigt altijd op een n. De tweede vorm is de persoonsvorm, of pv. De pv is de vervoegde vorm van het werkwoord en staat steeds bij een persoon. Ik werk, hij werkt, wij werken, enzovoort. De pv is de vorm van het werkwoord die aangepast is aan een persoon. Vandaar de naam, persoonsvorm. Deze vorm bestaat in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd. Ik werk of ik werkte, bijvoorbeeld. De imperatief, afgekort tot imp, is de bevelvorm. Je gebruikt deze vorm dus als je een bevel geeft, zoals werk. Bij de imperatief staat geen persoon, in tegenstelling tot de persoonsvorm. Het voltooid deelwoord, of vd, is de vorm van het werkwoord die aanduidt dat iets voltooid is. Voltooid betekent hetzelfde als klaar, af of afgelopen. Iets wat voltooid is, is iets wat afgerond is. Een voorbeeld: ik heb gewerkt. Het werk is dus af. Je hebt gedaan met werken. Het werken is voltooid. Een voltooid deelwoord herken je doordat je er ik heb of ik ben kan voorzetten. Ik heb gelopen. Ik ben betrapt. Enzovoort. Het onvoltooid deelwoord wordt afgekort als OD of OVD. Deze vorm van het werkwoord is veel minder bekend, maar wordt toch nog vaak gebruikt. Het is eigenlijk het tegengestelde van het voltooid deelwoord. Een voltooid deelwoord maakt duidelijk dat iets afgelopen is en een onvoltooid deelwoord duidt aan dat iets nog niet klaar is. Het is of was dus nog bezig. Een voorbeeld: hij liep lachend verder. Op het moment dat hij liep, was het lachen nog niet voltooid, was het lachen nog bezig. Of, iets eenvoudiger, terwijl hij liep, was hij aan het lachen. Hoe herken je een onvoltooid deelwoord? Het eindigt altijd op nd en meestal op end. Werkend, zoekend, gaand, enzovoort. De stam is een speciale vorm. Zo heeft de stam bijvoorbeeld geen afkorting. De stam vind je door de en op het einde van de infinitief weg te laten. Zo is de stam van lachen bijvoorbeeld lach. De stam is speciaal omdat je de stam enkel gebruikt om andere vormen te maken. De stam zelf zal je nooit in een zin tegenkomen. Zo is lach in de zin ik lach graag niet de stam, maar een persoonsvorm. Het is namelijk vervoegd en daar staat de persoon ik bij. In de zin lach niet zo hard is lachen imperatief, omdat er een bevel gegeven wordt. Hier zie je nog even de 6 verschillende vormen. Met hun afkorting en hun belangrijkste eigenschap. Nu zoeken we de vormen van het werkwoord luisteren, aan de hand van wat we zojuist gezien hebben. Ten slotte voegen we alle vormen samen in een schema, met telkens een voorbeeld. Wanneer je dit goed kent, kan je elke vorm van het werkwoord herkennen en benoemen.